Goedendag mensen, op deze 24 juli 2019. Ik sta hier dus voor de bouw van de nieuwe Aldi. Hier een nieuwe update. Momenteel is men al gestart met de parking. Dus hier de bouw van de parking. En je ziet ook de winkel verder, die al ja, praktisch vanaf buitenaf ga je zien dat het ruwbouw toch wel achter de rug is. Ja, hier aan de linkerkant de parking van Albert Heijn. Dus ja, links Albert Heijn en rechts wordt het dus de Aldi. Dus hier voor ons dus de Aldi. Je kan al zien, één grote zaal binnenin. Hé. Alles moet nog afgewerkt worden. Dus wel duidelijk al de buitenzijde hier en de bouw van de parking. Het bleef natuurlijk wel een feit, 5 winkels op 1 locatie, lijkt me toch wel wat vreemd. Dus ja, wat ik zeg, dus de Albert Heijn dan de Jumbo ernaast. En dan ook, niet te vergeten, de tweede Jumbo hier aan de rechterkant. Vlak hier de tweede Jumbo. Ik heb ook wel vastgesteld dat in die winkels om 8 uur 's morgens dat praktisch eigenlijk geen kat binnen is. Hé. Het is ook zo, de winkels zijn open om 8 uur, maar tussen 8 en 9 uur is er soms wel zo weinig volk, dat je toch ook wel afvraagt, ja, er zijn 5 supermarkten, er is ook nog verder de Lidl. Daar heb je wel redelijk volk vanaf de opening om 8 uur. Het is ook wel een discount natuurlijk, zoals de Aldi, maar toch, je merkt toch wel duidelijk dat het toch wel rustig is. Dat heeft nu niets te maken dat het zomer is. Het is namelijk zo, ook in de winter, ja, tussen 8 en 9. Het is wel gemakkelijk dat de supermarkt open is. Maar zoveel volk heb je helemaal niet. Ja, hier dan ook de karwei aan de rechterkant. Die is wel nog niet open, dacht ik. En dan de oude Aldi recht voor ons. Dus daar zie je ook al volk. Even na 8 uur hier, mag ik zeggen. En dan ja, de originele Jumbo 1, die hier ook is. Maar het blijft handig voor wie dat hier komt om naar al die supermarkten te kunnen gaan en over te kunnen springen, laten we zeggen, van de ene naar de andere. Maar toch aan de andere kant, de mensen die dus niet op deze locatie wonen, hebben geen supermarkt. Het is wel een feit, maar moet altijd tot hier komen. Met eigen transport niet te vergeten. En dat blijft toch wel ook een discussie. Wat ik zeg, als je aan de andere kant van Hulst woont, er is hier geen stadsbus die hier stopt. En ja, als je iets goedkoper wil leven, is het toch wel een feit dat je op deze locatie moet zijn.